met een zoektocht over. Ja, we kregen het water in. Ik sta op de post. Help! Het water. Ik hoor iemand help schreeuwen. Ja, u meldt zwemmen te water. Geen locatie, ik hoor het wel. Volgens mij, ik zie mijn collega. Jawel, ik... Banyard 110, kom eens in voor de CP over. Geen bericht. Ik krijg zojuist een melding van een bezoeker die gebeten zou zijn door een kwal. Dat zou te hoog zijn bij Pierhuis 2. Zou die even PO2 te plaats kunnen gaan? Oh, dat klinkt niet zo goed, post, maar we gaan wel even kijken, dankjewel. Top, dankjewel. En uit. Porsche 2 zei hij toch? Ja. Ja. Een kwal. Dat is een Portugees oorlogsschip zijn. Nou, die zwemmen hier niet, maar... Nou ja, wie weet. Nou, dan zou het wel een periodje heen zijn, want dan dat is volgens mij dodelijk. Het zijn van die hele lange, van 20 meter, van die slieten. Ja. Nou ja, we hebben hier kleine kwalletjes, dus... Nou, we hebben jou, hè. Jij bent er ook in. Ja. Even kijken, volgens mij is het deze vent, of niet? Ja, denk ik wel. Hallo? Goeiedag. U was hier beter. Ja, ik was aan het zwemmen en ik kreeg opeens een ontzettend branderig gevoel in mijn rechterbeen. Echt niet gezond wat ik nu heb, nee. Zag je ook wat het was toevallig, of? Ja, het was een kwal, daar ben ik zeker van. Nou, het was niet mijn collega, hè? Dat is namelijk ook een kwal, maar... Nee. Oké, okay, hey, we kunnen er wat opsmeren als je wil. Heb je er al iets zelf iets aan gedaan? Toevallig eroverheen geplast of zo? Ik ben meteen hier naartoe gegaan en ze hebben voor me gebeld. Ja, nee, top. Mijn collega die kan er wel even wat spray op doen, denk ik. Misschien dat we het even afspoelen. We hebben wel denk ik wel even wat water dat we het even af kunnen spoelen. En dan kunnen we even iets opsmeren. Ja, is goed. Ik loop met je mee. Oké, is goed. Oh, dat gevoel is echt niet gezond, hoor. Nee, dat kan prikken, ja. Hier, kom even met je been rechts, zei je. Rechts voor jou of rechts voor mij? Rechts voor mij, mijn rechterbeen. Oké. Dan gaan we dat even doen. Dan moet het zo beter worden. Alleen, de zwemmen hier kwallen, dat kan ook later kramp veroorzaken in je been niet beter. Dus is het verstandig als je zo even zeker wel 2 uurtjes even niet het water gaat om wat af te wachten? Snap je? Ja, ik snap hem wel. Want stel dat je dan daar in één keer last van krijgt, omdat natuurlijk ook een beetje je spiering kan trekken. En je zwemt een stukje uit de kust, dan hebben we zo'n ander verhaal, denk ik. Ja, nee, ik snap je. Is goed, nou, dan smeren we het erop. Als je nog vragen hebt, verderop zit de post achter mij. Zeg maar letterlijk als je meekijkt met die auto daar in de verte. Ja. Yeah. Daar zitten we gewoon altijd. En dan kan hij ook nog altijd een voor vragen of even langskomen. Als hij nog wat van die zalf wil of wat dan ook. Ja, als nou, nee, prima. Dan kan je er ook gewoon niet toe. Hou het even rustig, kalm. 2 uurtjes. Het is nu 12 uur 's middags. Dus als u om 2:15 weer een keer probeert. Dan zou ik niet te diep gaan, maar gewoon dan kan het wel weer. Is goed. Nou, in ieder geval bedankt voor het melden en bedankt voor de hulp. Ja, graag gedaan joh, daarom zijn we er en veel plezier nog vandaag. Ja, nee, ja, dankjewel, werk snel. Ja, goed smeren, ook zonnebrand. Ja, komt goed. Zo. Nou. Wat een kwal, hè. Yes. B110 voor CP. 110. B110 heeft mij ondertussen al wat informatie over de kwallenbeet over. Ja, meneer was gebeten. Die hebben we even afgespoeld, ingesmeerd en een adviesje voor 2 uur gegeven. Dat hij even niet het water in gaat in verband met kramp. En dat is het. We komen nu weer de tour. Ja, B110 heeft afgehandeld. Meneer zal even meegeven. Gaat opschrijven in de rapportage. Zie jullie zo weer terug. Ja, dank u wel. Zo, nou. Dus even kijken of we zo ergens een ijsje te halen van, vriend. Ik heb er wel zin in. Wat jij? Ja, klinkt lekker. Nou, dat is wel goed, even kijken. We rijden gewoon door, hè. Dan kunnen ze lekker. Hey, Frank en Jeroen, moet hier ook een ijsje? Schudden ze nou ja of wat? Ja, volgens mij wel. Ja, dan halen we wel eens. Precies. Oh. Op Zouten, reddingsbrigade. Ze blijven, ze gaan ook gewoon expres voor je auto lopen. Ja. Niet normaal. Wacht maar tot ze in het water verzuipen, dan willen ze in één keer dat je snel bent, hè. Ja. Jeugd van tegenwoordig. BE110 voor CP spoed. 110, geen bericht. BE110, ik krijg zojuist een melding van een zwemmer in problemen bij posthuis nummer 2. Ambulance aanrijden.
Onbekend of de persoon nog boven water is, over. Het zou toch niet die... Ja, we zijn zo goed als de plaatsen toevallig, over. Het zou toch niet die vent zijn? Ja, B110 is begrepen. Brandweer is onderweg met de duikers. Politie ook al rijdend, ambulance ook. Graag zo snel mogelijk terugkoppeling, over. Ja, we zijn hier nu. Zie jij iemand? Uitstappen, Robin. Kom. Nee. Ik zie helemaal niemand. Zou aan het water liggen? Wacht, ik doe even die radio eraf en dan... Ja, is goed. Dan komt de ambulance. Ik zie niemand, man. Helemaal niemand. Okay, nou, ik ga het water in. Oké. Is goed. Ik ga even bij de post staan hier te kijken of ik iemand zie op vanaf een hoger punt. Jo. Nou, 110 voor CP. Ben je 110 geen bericht? Ja, we zijn er, maar we zien helemaal niemand. U meldt, u bent te plaatsen, u ziet nog niemand. Nee. Ik ga toch de brandweer en dergelijke door laten rijden. Ik ga beginnen met de zoektocht, over. Ja, mijn collega's, het water in. Ik sta op de post. Help! Het water. Ik hoor iemand help schreeuwen. Ja, u meldt zwem met de water. Geen locatie, ik hoor het wel. Volgens mij, ik zie mijn collega... Jawel, ik ga er ook in zwemmen, want die hoort niks meer. Meneer, kunt u mij horen? Ja. Gaan we hem maar op uw rug liggen, ja? Ja. Ga je vast? We zijn niet net van die kwallen beet. Ja, ik heb kramp, ik kan niet meer zwemmen. Ja, dat zeiden we al dat je dat niet moest doen. Ja, blijf rustig ademhalen. Ja. Het allemaal goed. Ja. Kijk, het doet echt heel veel pijn. Ja, dat snap ik, meneer. Ja. Zo. Dat is diezelfde vent van net. Ik zie het, ja. Meneer? Ja. Kan u nog meezwemmen, denkt u, of moet u helpen? Ik ga het proberen. Oké. Okay. Oh, zwemmen rustig. Ik kan misschien mijn collega een beetje vasthouden. Die heeft zijn vest aan. Ja. Hou maar vast aan die gesp met je ene hand. Dan trek ik je wel een beetje voor. Dat is goed. Ben jij 110 van CP? Zwem maar richting de post, meneer. Ja, ik... Vaar naar de reddingsbrigade auto. Ja, ik ga met je mee. Dat is niet leuk om gewoon te zeggen, want dat is als goed is ook nog een boot en een jetski onderweg, maar die komen van verderop. Die hebben we hier nu niet. Nee, ja, het lukt wel nu ik een beetje hulp heb. Ik heb zoveel kramp nu. Ja, dat had mijn hele been is aan het verzuren. Wij gingen een ijsje halen naar u, we waren er nog niet eens. Je bent gewoon het water ingelopen, of niet? Ja, ik dacht dat het zal toch wel meevallen. Ja, 9 van de 10 keer wel, maar nu niet. Maar ik zie dat mijn collega al iemand van de ambulance daar heeft opgevangen. Dus dan komt het wel goed. Doet hier ondertussen ook wat, hoe zeg je dat? Ondieper, we kunnen al bijna lopen volgens mij, of niet? Ja. Ja. Ik kan echt niet op dit been staan. Ja, dan moet je even... Nee, welk been? Het is je rechterbeen, hè? Ja. Ja. Leun maar op mijn schouder. Dan gaan we hinkelen. Even de porto pakken, dan kan ik het tegen de 110 of tegen het CP zeggen. 110 voor de post. 110, geen bericht. Ja, we waren even een update voor u. We zijn uit het water, we hebben meneer mee, maar hij heeft ernstige kramp. Ambulance kan doorkomen naar het post 2. Ja, is begrepen, ambulance reeds ter plaatse en die gaat contact met je opnemen. Okay. Leun maar tegen de bumper aan. Ja, gaan we even zitten of zo. Goedemiddag. Hi, ja, we hebben hij is al gebeten op kwal. Dus straks hebben we behandeld met zalf en alles afgespoeld. En advies gegeven 2 niet te zwemmen. Is hij toch gelijk het water ingegaan. En op 50 meter uit de kust kramp gekregen. En we hebben hem eruit gevist. Ik weet niet of hij water binnengekregen heeft. Oké, is meneer onder water geweest? Moet je even hem vragen. Ik kwam naar water. Ik ben heel even onder water geweest. Het komt omdat ik niet kon zwemmen. Ik had echt heel veel kramp. Maar uiteindelijk kwam ik weer boven. Oké, nou, ik ga je toch even dit mondkapje op doen. Is een non-rebreather kapje. Ik heb wat fijne ademen, kom maar zuurstof uit. Ja. Op 15 liter de fles open. Alsjeblieft. Blijf rustig ademen. Dus ga ik even wat stickers op je borst plakken. Daarmee kan ik zien of je de mate schade hebt opgelopen of niet. Oké, ja. Verloeren, SPO2 in orde. We zijn de collega's hier. PPM in orde. Ja. Beter. We kunnen misschien wel even anders richting je ambulance rijden als je denkt dat meneer stabiel genoeg is om daar even heen te kachelen. Ja, ik doe nog even een... Vieren erin.
Ja, ik doe nog even een paar controlechecks en dan wil ik hem wel graag inladen. Ja, is goed. Oké. Okay. SPO 2 is top. Hartslag is top. Luisteren naar de longen. Ja. Nou, ik hoor toch wel wat ruis, dus ik wil hem wel graag met spoed even richting de ambulance krijgen als kan. Nou, ja? Kom. Ja, ga maar zitten. Kom maar. Ga maar zitten, dan rijk je erheen. Zitten jullie? Ik ga een plekje zoeken. Ja. Oh, je zit. Nou, fantastisch. Kijk, ik kan hier niet te hard rijden, want dan rijdt iemand voor zijn sokken, maar ik ga mijn best doen. Hey, ondertussen gaat het goed, meneer, of niet? Ja, ik ben een beetje flauw, denk ik. Ja. Zo. Nou, kom er maar uit. Stap maar achterin. Verpleegkundige komt erbij. Nou jongens, hartelijk bedankt en meneer is onderweg naar het academisch ziekenhuis, ja? Academisch ziekenhuis, oké, dankjewel. Ja. Hey meneer, succes hè? Ja, dankjewel. Wat een vent, hè? Heb je het ooit zo meegemaakt, ja. Robin? Nee. Oh, samen, man. Die gast niet eens 5 minuten, joh. Ah! Nou, ik denk dat we toch maar voor het ijsje gaan, hè? Zouden Jeroen en Frank er zo geen willen? Ja, misschien zijn die er ook uitgeroepen. Die zijn volgens mij met die andere auto richting de boot gegaan. Dacht ik. Ja. Maar we kunnen, alles werd opgeroepen voor die man. Ja. Dus eigenlijk zou hij gewoon die rekening moeten krijgen. Ja. Zijn hier, hier man. Ja. Nu Magnum. Ja, lekker. Doe maar een van witte chocolade.